vanavond voetbalpraat van 10 oktober. Vlak na de wedstrijd Jong Oranje, Jong Mexico. Reden genoeg om deze voetbalpraat in dat thema ook te vullen. Met drie jonge, zeer talentvolle analisten. Ik noem Anko Jansen, Karim El Amadi en Kees Kwakman. Heren, goedenavond. Ja, goed. Ja, we hebben een jonge presentator. Ook nog. Talentvol moet nog blijken, maar hij is in ieder geval jong. We hebben twee jonge teams in actie gezien. In het Azito Stadion in Almelo. Jong Oranje tegen Jong Mexico. Kees, wat zou je beklijven van dit duel? Diepe zucht. Ja, je wordt daar niet vrolijk van, dit soort wedstrijden. En ik snap wel dat het voor die jongens natuurlijk heel belangrijk is. En ze hebben komende week nog een wedstrijd. Dus het is voor de coach natuurlijk belangrijk om die jongens, deze nieuwe jongens eigenlijk aan het werk te zien. Ja, en dat is een kwalificatiewedstrijd dan. Maandag tegen Jong Zweden. Zenden we overigens uit. Ja, en dat is best wel, dat is dan een potje wat er denk ik meer om gaat. Alhoewel ze natuurlijk al wel geplaatst zijn. Maar goed, dat gaat dan echt wel ergens om. Het is op zich ook wel goed om een keer tegen een ander land dan een land buiten Europa te spelen. Ik vond dit Mexico ook wel heel matig. Het was heel matig, ja. In wat je verwacht van ze met betrekking tot het kaartenvraag en het tackelen, dat konden ze vrij behoorlijk. Want na 1 minuut was het al een gele kaart. En je ziet wat jongens aan het werk. Maar ja, die dan normaal in Jong Oranje niet altijd spelen. Dus dat is de winst bij zo'n potje. Maar we werden er niet heel warm van. Nee, is het goed voor jonge voetballers om daartegen te oefenen, Karim? Tegen dat soort grinta, om het maar zo te noemen. Dat was echt iets wat Reiziger opzocht van tevoren. Dat hij zo'n tegenstander wilde hebben. Ja, je ziet het niet veel bij Europese landen die zo op die manier spelen als de Latijns-Amerikaanse landen. Tenminste, in mijn periode heb ik ook veel tegen Argentinië en nog meer Latijnse. Dat zijn toch wel andere wedstrijden. Het zijn echt gewoon veel tackles. Natuurlijk is Afrikaans voetbal ook wel best pittig. Maar dat tegen Latijns-Amerikaanse heb ik ook wel veel wedstrijden gespeeld. Ja, dat ging ook wel altijd. Moest je ook wel aan de bak. Ja, dus het is wel echt iets wat je misschien moet oefenen. En goed om een keer tegen gestaan te hebben. Anko, wat is een speler die je vandaag positief is opgevallen? Banzuzi. Vond ik wel opvallend. Hele sterke jongen. Won heel veel duels. Speelde op een wat andere positie waarin ik hem heb gezien. Ik heb hem bij onder 19 veel gezien. Speelde hij als buitenspeler. Bij NAC kende ik hem ook zo. Hij zit nu bij Leuven in België. Speelt daar ook alles. En ik vond hem nu op het middenveld wel verrassend. Zo kende ik hem niet. Dus dan hou je dat een beetje in de gaten. Ik vond hem goed spelen. Is dat niet ook meer gewoon zijn positie? Het is een lange, grote gast. Ja, ik ken hem eigenlijk meer als buitenspeler. Heb ik hem vaak zien spelen. Bij NAC, toen hij zijn debuut maakte, speelde hij volgens mij ook wel eens als 10. Maar heeft hij toch meer aan de buitenkant gespeeld. Nou, ik vond hem dat vandaag echt goed doen. Aan de bal ook, rustig. Vooral de tweede helft. Ging hij ook veel bemoeien met de opbouw. Kwam ze met drie achterop. Deed hij ook wel heel goed. Ja. Nee, dus dat was wel een uitschiet in voor de rest. Banzuzi dus. Ja, voor de rest vond ik het vrij magertjes. Ja. Roes vond ik nog niet tegenvallen. Roes, de keeper. Oh, de keeper, Robert Roes. Nee, hij had een goede wedstrijd. Ook aan de bal vond ik hem goed. Dus, Reiziger, de coach van Jong Oranje, zei na afloop: ik heb heel goed voetbal gezien, goede combinatie. Wie is me positief opgevallen? Eigenlijk iedereen. Mm-hmm. Niet helemaal waar, hè? Nee, vooral de eerste helft niet. De tweede helft vond ik nog wel leuk om naar te kijken, maar de eerste helft ging er ook wel heel veel dingen verkeerd. De eerste 20 minuten veel goede combinaties, heeft hij gezegd. Zijn verdedigend volgens mij nauwelijks in de problemen. Nee. Daar had hij misschien wel wat meer weerstand. Ook door Mexico. Ja, toch? Hij had wel wat meer weerstand willen hebben, denk ik, wat dat betreft van de Mexicanen. Dat je een beetje beproefd werd en dat die jongens achterin een beetje getest werden. Misschien wel dat die de gasten net wat ander systeem, dat je daar wat moeite mee zou hebben. Dat is niet echt, en dat hebben die jongens wel goed gedaan. Dan ook de keeper in straal en achterin. Maar nee, de kwaliteit van Mexico viel wel echt tegen. Ze hebben dik verdiend gewonnen, dat wel. Een paar goede aanvallen. Tweede helft volgens mij was de mooiste aanval. De hakballetje van Ohio. Ja. Op Poku, waar de kans uit kwam, dat was wel een heel mooie aanval. Ja. Maar voor de rest. Uiteindelijk scoort Maxime Dekker hem. Die stond dus achterin samen met Max Bruns van FC Twente. Dekker natuurlijk van AZ. Hij maakt een soort spitsen goal. Nou ja, prima goal. Hij komt wel een beetje gelukkig bij hem. Maar hij moest hem nog wel weer naar zijn linker brengen. En dan handelde hij wel snel. Dus dat deed hij op zich goed. Nog weinig gelukkig dit seizoen. Ja. Dekker, rode kaart natuurlijk gekregen. Ja, penalty weggegeven. Ook eigenlijk wel een beetje identieke situatie, vind ik. Want niet goed inschatten en dan. Als tegen Fortuna? Ja, omdat je te laat bent en je schat het niet goed in. En dan ook nog vrij hard, eigenlijk wel een beetje lompig. Dus dat is wel een aandachtspuntje voor die jongen. En Bruns kwam nog wel even goed weg. Die had 2 keer geel moeten hebben. Ja. Als die jongen gaat liggen, wat ze
toch over het algemeen best goed kunnen. Ja, dat deed hij niet. Dan had hij 2 keer geel gehad, ja. Ja. Dus dat, dan moet hij toch ook wel een beetje... Maakt wel een goede ontwikkeling door, hoor, Bruns, vind ik. Ja, wel leuk, ja, toch? Dat... Veel Nederlandse... Zeker. Die Nederlandse Eredivisie spelen, bedoel ik, in dit team. Natuurlijk Bruns, Van Bergen, van Groningen. Ja, klopt. Ohio natuurlijk. Ohio, uiteraard. Sekiel, die we dan niet vaak zien bij Feyenoord. Dat is wel jammer van zo'n jongen, vind ik dan toch wel. Die zouden hem eigenlijk in de winter moeten ze daarna gaan kijken... of ze hem misschien wel kunnen verhuren. En dat... Zou misschien wat invalbeurtjes krijgen, maar... Je ziet wel, als hij speelt bij Feyenoord, ook nu vandaag in die wedstrijd... zie je wel echt dat hij wel echt heel makkelijk voetbalt. Ja. Goeie speler. Hoe schat jij dit niveau dan in, Kees? Want dit was eigenlijk niet het eerste Jong Oranje. Nee. Die zaten op de bank. Jongens, maar je hebt echt Flamingo. Ik denk dat je een aantal jongens dat die gewoon... Dat reiziger wel, dat, wat hij terecht zegt, dat hij wel heeft denk ik, gezien... dat een aantal jongens wel gewoon mee... Banzuzi, maar ook Ohio heeft natuurlijk al vaker gespeeld... Ja. Maar wat nieuwe jongens ook. Ik vond Van Brederode weer tegenvallen. Die vind ik eigenlijk altijd tegenvallen als ik hem zie. Die zit bij Fortuna Düsseldorf. Peter Bos wel over Makkeli. Maar ja, daar speelt hij ook niet, hè, bij Düsseldorf. Nee. Speelt hij ook niet in de baas. Dat zegt misschien ook wel iets. Ja. Dus ja, en Cassius die op rechts altijd nog beter is, vind ik, dan op links. Maar goed, bij AZ valt hij ook wel af en toe als... linksback in. En dat deed hij vandaag overigens Wel een paar goede loopacties, best wel aardig. Ja. Ja. Die jongen is snel. Dat is zo'n enorme kwaliteit voor zo'n jongen. Hij heeft ook altijd wel drive. En het is nog een beetje ook af en toe wat onbeholpen. En het ziet er niet altijd even florissant uit. Maar hij heeft echt wel een aantal keren bij AZ ook dat hij wel goed is ingevallen. Voor mij speelde hij nu in de basis, hè? Tegen Fortuna. Voor mij speelde goed. Ja. Ja. Het was niet genoeg, alleen voor een overwinning. Vandaag dus, toen tegen Fortuna. Vandaag dus wel tegen Jong Mexico. Het werd 1-0 en ze gaan dus maandag tegen Jong Zweden proberen... om alle 10e wedstrijden van de oefencampagne, van de kwalificatiecampagne te winnen. Dat zou knap zijn, in ieder geval.